Deze beschouwing die gaat verder over de Jezuïeten. Ik zal een beetje een samenvatting geven van wat ik tot nu toe heb besproken over die club. En gaandeweg vertellen waarom ik het erover wil hebben. En ik wil het er ook over hebben dat er weer eens op Facebook twee vrouwen enorm lopen te zeuren over het milieu. Nou, dus hoe ik het nou precies ga noemen, waar deze Jezuïeten-uitzending nou over gaat, dat weet ik nog niet. Maar dat zien we achteraf wel. En jullie zien al wat de titel geworden is. Hè. Ik had een andere gemaakt, nummer 5 van de Jezuïeten, maar die vond ik niet goed genoeg. Die heb ik weggegooid. Nou, hopen dat deze beter gaat. En voordat ik van start ga met de Jezuïeten, even kort reclame voor het grote CO2-experiment. Als je zin hebt, scroll een stukje omlaag. Ik heb daar 3 linkjes staan. Kan je daar even verder luisteren wat er precies gepland is. En er zit ook een linkje bij en dan kan je het plan downloaden. Dan heb je het zwart op wit met wat we van plan zijn. En het doel is om aan te tonen dat de bewering, en moet je goed naar me luisteren wat ik nu zeg, de bewering, dubbele punt, de opwarming van de aarde van de laatste 100 jaar is mogelijk veroorzaakt door CO2. Dus ik niet eens de opmerking dat die veroorzaakt is door CO2. Nee, mogelijk veroorzaakt door CO2. Die bewering gaan wij onderuit halen. Tenminste, die stellen we ter discussie. Dus de vraag of het überhaupt mogelijk is. Die staat nog los van het feit of het daadwerkelijk zo is. Maar kan het wel? Als het namelijk niet kan, dan zijn wij uitgeluld. Uitgekletst, sorry. En we hebben nu een team van in totaal, waaronder ik dan, zei de gek, 5 mensen. 5 redelijk verstandige mannen allemaal. Valt me toch op dat de afstand tussen mannen en vrouwen, qua boerenverstand, ik zeg niet dat die groter aan het worden is, maar duidelijker voor iemand zoals ik. Ik denk ook niet dat er een vrouw gaat meewerken aan het grote CO2-experiment, maar leidt mij in verbazing. Voor mij mag je meedoen, hoor. Het maakt mij niet uit of je mannetje of vrouwtje bent. Maar ik denk niet dat er vrouwen zullen zijn. Dit zeg ik niet om die vrouwen te ontmoedigen. Ik denk niet dat ze zullen komen. Maar verbaas mij. En los ervan, gewoon voor mijn kanaal. Neem daar een kijkje. Een kijkje op mijn kanaal. Het is best wel leuk geworden. Ik heb het netjes opgeruimd de laatste verre weken. Een ben ik ermee bezig om af en toe weer eens wat dingetjes toe te voegen en eraf te halen. En het oude rommel te verwijderen. Ja, het ziet er toch wel netjes uit, vind ik. En als je nog iemand weet, als je zelf nog geen abonnee bent, misschien dat je kan sharen met iemand die jij kent. Share hem op Facebook. Ja, dat kan, hè. Als je in YouTube zit, dan kan je op share klikken en dan klik je vervolgens op het Facebook-icoon. En dan komt zo'n uitzending, beschouwing, nieuwsuitzending van mij, die komt op jouw Facebook-pagina te staan. Niet op je tijdlijn of zo, denk ik, maar ja, jouw vrienden, jouw Facebook-vrienden, die zien het dan ook. Dat kan leuk zijn, hè? Ik heb nu 81 abonnees. Maar het staat alweer een tijdje stil. Dus het mag wel weer wat groeien. Nou, naar de Jezuïeten toe.
waar ging het nou ook alweer over? Nou, het ging erover dat er onder ons een groep is en die heeft zich tot doel gesteld al heel lang geleden. En daar gaan ze lekker mee door. Heeft zich tot doel gesteld om de wereldheerschappij in handen te krijgen en te houden. En die groep is per definitie niet de meerderheid van de wereldbevolking, maar is juist een minderheid. Het is de beroemde 1%. En die beroemde 1% zijn nog steeds heel erg veel mensen. Want 1% van 7 miljard, dat zijn altijd nog, 10% is 700 miljoen. En daarvan een tiende, dat is nog 70 miljoen. Dat zijn 70 miljoen personen die daar min of meer aan meewerken. En die hebben een strikte hiërarchie. Anders kan dat niet functioneren. En binnen die hiërarchie is momenteel de belangrijkste afdeling de sociëteit van Jezus. En die club die is begonnen met het daglicht te zien halverwege de 16e eeuw. Sinds 1540. Dus inmiddels bijna 500 jaar zijn ze al bezig. Er zijn hele boeken over volgeschreven over wat de Jezuïeten allemaal niet in de afgelopen eeuwen hebben gedaan. Sta je van te kijken, dit wist je vast niet. Belangrijke titels zijn Rulers of Evil van Frederik de Pressancy. Herrscher des Bösen, het is vertaald in Duits namelijk. En die pdf die kan je zo downloaden. En de pdf met de Engelse tekst die kan je ook zo downloaden. Dus rulers, heersers, rulers of evil. Kan je zo van het internet plukken. En dan kan je het zelf gaan lezen. Ik ben zelf met Jörg Liesman begonnen aan dat document pagina voor pagina door te pluizen. Maar ik werd er helemaal depri van. Dus ik ben ermee gestopt. Nou, niet echt helemaal serieus. We zouden ooit dan wel een keer doorgaan. Maar ik ben met Jurk van strategie veranderd. En we zijn Bijbel gaan lezen. En dat vind ik 100 keer leuker. Dat is tenminste wat positiever. Snap je? Maar Rulers of Evil is wel heel informatief. En dan het andere boek. Wat de aanleiding was voor mij om nu met deze serie te beginnen over de Jezuïeten. Dat boek heet Codewoord Barbelon. En ik heb een linkje onder deze uitzending staan bij het kopje Tom Fraes. En dat spel je Tom Fries op zijn Nederlands, net als Friesland. En een Fries met dubbel S. En daar kan je op klikken en dan kom je op aflevering 1 van Codewoord Barbelon. En van daaruit moet je dan maar op zoek gaan naar aflevering 2, als je aflevering 1 leuk genoeg vond. Hij heeft er meer dan 40. Ik weet niet eens precies hoeveel. Maar momenteel ben ik weer aan het luisteren. En ik ben nu bij 42. En iedere week zo'n beetje komt er een nieuwe uit en die luister ik dan weer. Dus, hij heeft er ook eentje gemaakt, Tom Fraes dan, hè? En die heet Romanism and the Reformation. Was er ook eentje. Romanism, dat is dat van de katholieke kerk. Romanisme. En de reformatie. De reformatie is van Maarten Luther. Kijk, en het gebeuren van die Rooms-Katholieke kerk, dat is begonnen. Dat was er eigenlijk altijd al. Het is met dat de historie is begonnen. De geschreven geschiedenis. Daarvoor heb je alleen de prehistorie. Nou, daar weten we niks van. Je hebt die tekeningen in de grotten van Lascaux en dat is het dan zo'n beetje. Meer weten we daar niet van. Wat potscherven en zo. Nee, ze hadden toen niet eens
Nee, alleen maar godtekeningen. Meer weten we er niet van. Hoop gefantaseren over wat die mensen nou precies deden elke dag. Dat weten we niet. Maar met de geschiedenis, de historie, het geschreven woord, weten wij meer over wat de mensen toen deden en dachten en wilden. En uit de geschiedenis, en de geschiedenis begint ongeveer 3000 jaar geleden. Daarin wordt gesproken van Babylon. Diezelfde Babylon waar Bob Marley het over heeft. Hè? Met Babylon, feel this one. Tchik, tchik, oh yeah. You're fighting a losing a battle. Dat is wel een leuk liedje. Ik heb ooit nog in een reggae band gespeeld. Dat lied kende ik ook. Anyway, dat is Babylon. En dat gedachtegoed van Babylon, dat vind je ook, vond je ook in Egypte. Waar in principe een maatschappij soort vorm was. Krek hetzelfde als Babylon. Dat heet een eenheid van kerk en staat. Dat is Babylon. En die kerk, dat is dan een kerk met meerdere goden. En de hoofd, godachtige aanwezigheid, dat is een vrouw. En in Babylon heette die vrouw Inanna. En in Egypte was dat Isis. En bij de Rooms-Katholieke Kerk is dat Maria. Heilige Maria, een moeder van God, bid voor ons zondaars tot in het uren van onze dood. Amen. Dus de Heilige Maria, moeder van God. Dus daarmee wordt dus gezegd dat dus Maria voorafgaat aan het woord. Terwijl volgens de Bijbel is het woord het begin. En heeft het woord geen moeder. Maar dat interesseert die heidenen niet veel. De Bijbel zegt hun niks. De Bijbel is voor hun een instrument om ons te knechten. Dat gebruiken ze. En wat ze dan doen is ze zeggen dat ze van de Bijbel zijn om ons te paaien. En vervolgens zijn ze niet van de Bijbel. Maar daar kom je dan pas achter als je ze goed leert kennen. En mensen als Maarten Luther, die waren erachter gekomen dat de katholieke kerk helemaal niet bijbels is. En dat leidde tot de reformatie. Dat leidde tot het protest tegen de katholieke kerk. En vandaar de term protestantisme. Dat was een protestbeweging tegen het heidendom. Wat de katholieke kerk is. Wat Babylon is. Jojo, zo zit het in elkaar. Dat is eigenlijk best makkelijk. De hele geschiedenis van de wereld heb ik net voor je samengevat. Het gaat om een kleine groep mensen die willen wereldheerschappij. En die hebben een strikte hiërarchie. Daar kom je niet zomaar bij. En in die hiërarchie neemt de Rooms-Katholieke Kerk een hele belangrijke positie in. En binnen de Rooms-Katholieke Kerk nemen de Jezuïeten daar binnen weer een hele belangrijke positie in. Het is een lange tijd zo geweest dat gezegd werd dat er twee pausen waren, namelijk een witte paus. Dat is de paus die iedereen dan op tv zag. En de zwarte paus, dat was de paus die eigenlijk de baas was. Maar waarvan niemand wist dat hij er was. En die eigenlijke paus, die zwarte paus, die was in het begin van het
21ste eeuw was dat een Nederlander, Hans Kolvenbach. En die is ergens, alweer tijdje terug, is die afgetreden. En hij is opgevolgd door iemand met een Spaanse of Italiaanse achtergrond. En tegenwoordig is er geen onderscheid meer tussen een witte en een zwarte paus. Omdat de witte paus die we hebben, de openlijke paus, dat is zelf een jezuïet. Dus ja, dan weet je wel hoe laat het is. En het aantal jezuïeten, dat heb ik eventjes hier opgezocht. Dat is 16.000 wereldwijd. Een hele grote organisatie. De Sociëteit van Jezus. Ze hebben 190 universiteiten. Wereldwijd. Maar nog heel veel meer educationele instituten, hoor. Echt heel veel. Mensen zoals Bill Clinton en Hillary Clinton, die hebben gestudeerd aan een jezuïtische universiteit. Fulham of Fordham of zo. Ik heb geen zin om het nu op te zoeken, maar dat kan je zelf doen. Je kan zo op het Wikipedia, kan je, ja, hier staat het ook, Wikipedia, een lijst van alle jezuïtische educationele instituten. Die zijn verenigd ook in een associatie van jezuïtische colleges en universiteiten. In België heb je er ook een paar. Kijk, in Nederland. En in Nederland denk ik ook. Wel bijzonder. Denk ik, maar weet ik niet. Nee, Nederland niet. Oh. Je zou toch denken dat. Waar ik gestudeerd heb, de Universiteit van Nijmegen, dat er eentje was, maar kennelijk niet. Zeg ik net, United States of America, met de U. United States, kijk. Ja, Fordham was het, dacht ik. Fordham University, daar heeft Hillary Clinton en Bill Clinton. Bill Clinton. Kijk, waar heeft hij gestudeerd? Ik had het alles opgezocht, hoor. Oh, wacht, nee. Hij heeft gestudeerd op de Georgetown. Georgetown is dé jezuïtische maatschappij, universiteit. En dan Hillary. Hoppakee. Leuk, hè, het internet. Alles kan je zo in één keer vinden. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Even kijken, hoor. Wikipedia. En waar heeft zij gestudeerd? Education. Oh, die staat dus niet. Die heeft op Wellesley College gezeten. Nou, kijk of die er ook bij staat. Nee, die staat er niet bij. Nou zeg. Ze heeft op Wellesley gezeten. En op de Yale. Jojo. Maar Bill Clinton heeft netjes op de Jezuïte school gezet. Hè. Waarom ook niet? Nou, de Jezuïte enorm machtig aanwezig. En nu hebben ze dus ook de rol van de paus direct in de pocket. Het is de winnaar, zullen we zeggen. En voor ons
Kijk, dat de Jezuïeten het nu zijn, dat doet er natuurlijk niet zoveel toe. Want als de Jezuïeten er niet waren, dan was het wel een ander geweest binnen die organisatie. Een andere club. Wij hebben deze overheersing door Babylon, volgens de Bijbel, zeg ik dan nu, hè? Volgens de Bijbel is die overheersing door Babylon, dat is de consequentie van ons ongelovige gedrag. Van onze ongelovigheid. Daar komt het door. Zo zit het in elkaar. En ik geloof dat dat waar is. En wij zijn zo ongelovig dat wij niet in de gaten hebben dat wij geregeerd worden door liegende mensen. Ja, we weten wel dat ze liegen, maar we vinden het niet zo erg. En wij vinden het niet zo erg dat die leiders van ons liegen, omdat wij zelf ook liegen. En als we de liegende leiding hebben, dan kunnen wij altijd denken van, nou, zie je wel, dan is het ook niet zo erg dat ik lieg. En zo hebben wij de hele boel op een hellend vlak gezet en glijden we langzaam de afgrond in. Omdat we onze eigen moraliteit verloren zijn. En ja, dan zijn wij een speelbal van Babylon. En maken we ons druk over dingen waar je je helemaal niet druk over moet maken. Bijvoorbeeld koolstof dioxide, de concentratie in de atmosfeer. Wat zou jou dan interesseren? Ja, maar dan gaat de aarde van warmer worden. Ja, zoals ik net zei, wij gaan aantonen dat de koolstof dioxide, de concentratie in de lucht, die behoorlijk, ja, die ontzettend laag is. Het is maar 400 ppm. Dat is niet een hoge concentratie. Snap je? Ja, als je nou uitgaat van jenever, hè? Even als voorbeeldje. Jenever, dat heeft een concentratie van alcohol, hè, de werkzame bestanddeel, van 40% ongeveer. Ja, bij koolstofdioxide, de concentratie in de atmosfeer, is 0,04%. Nou, stel dat ik een drankje op de markt breng en dat noem ik superalcohol. En dan beweer ik allemaal van dat je daar ongelooflijk zat van wordt. En nou, man, dan moet je echt... En wat zit erin? Ja, 0,04% alcohol. Dat kan toch helemaal niet? Daar kan toch niet dronken van worden? Door zo'n drankje als Buckler, of hoe weet dat tegenwoordig, al die alcoholvrije dingetjes. Die moeten dan eerlijkheidshalve zeggen dat er in dat spul toch nog maximaal 1% alcohol zit. En dat komt omdat het is nogal moeilijk om echt helemaal alcoholvrij iets te produceren. Je hebt altijd wel ergens een beetje gisting. Ergens in je productieproces. In vruchtensap. Ja, daar kan je alcohol in aantonen. Als jij naar de markt gaat en je haalt daar van die sinaasappels en die ga je persen. En als je dan heel nauwkeurig gaat meten, dan meet je alcohol. Niet heel veel, maar misschien wel een 0,5% of zo. Nou, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is dus niet 1% wat de hoeveelheid alcohol zou zijn die in namaak bier zit. Niet 0,1%, nee 0,0 en dan 4%. Dus echt heel weinig. Het is 1 deel CO2 op 2.500 deeltjes stikstof en zuurstof. 1 op de 2.500 deeltjes in de atmosfeer is CO2. Ja, dat is toch niet veel, man.
Denk je nou in, ik bedoel, hier in Arnhem heb je, laten we zeggen, 100.000 mensen. Nou, dan is 1 op de 2.500. Kijk, als je dan 100.000 deel je door 2.500. Even, dat ga ik even doen met de rekenmachine. En wel even voor de nullen. Ja, ik kan wel uitrekenen, maar... Die nullen zit je anders fout, hè? Dus 100.000. 1, 2, 3. Gedeeld door 2.500. Dat betekent dat als je hier in Arnhem dan 40 mensen hebt... die iets hebben of zo... Ja, dat is 1 op de 2.500 van de 100.000. Nou, dus 100.000 delen door 2.500. Nou, je hebt 40 mensen over. In Arnhem zijn er 40 mensen die iets hebben. Weet ik veel wat. Besmettelijke ziekte of zo. Ja, wat is de kans dat je een van die mensen tegenkomt? 40 mensen, dat is één, zeg maar, één klaslokaal. Er gaan in een bus gaan er meer dan 40 mensen. Dat is echt heel weinig, 1 op de 2.500. En zo worden wij door die Jezuïeten met dit soort schijnproblemen opgezadeld. En dan gaan we ons daar druk over maken. En we gaan ons niet realiseren dat de Nederlandse samenleving door die Jezuïeten, door die wereldoverheersingsmaatschappij, toestand, maatschappij, BV... maken ze ons helemaal kapot. Onze economie, ons land, onze soevereiniteit, alles gaat er helemaal aan. En dat hebben wij niet in de gaten, want wij maken ons de godganse tijd druk over dingen. En zoiets als zo'n organisatie als Extinction Rebellion. Dat wordt gefinancierd door bovenaf. En een of andere leider van Extinction Rebellion, dat is een, of all people, een homoseksuele man. Die ook heeft lopen roepen dat het doel van Extinction Rebellion is om de heerschappij van het denken wat ervan uitgaat dat heteroseksualiteit normaal is, dat moet op de schop. Dat heeft die leider van Extinction Rebellion gezegd. Extinction Rebellion is een club en die dan loopt te brullen dat de zeespiegel enorm gaat stijgen en dan verdrinken we allemaal. Neem zoiets als de zeespiegel, die stijgt met 1,7 mm per jaar. Dat doet hij al sinds het begin van de 19e eeuw. Dus wat is er aan de hand op dat terrein? Helemaal niks. En dan zie je dus hier op Facebook. Ik ken die vrouw, die ken ik persoonlijk. En die heeft een artikel gevonden uit zo'n Belgische site, standaard.be. En er is een foto en de titel is dan Golven vol plastic flessen spoelen aan op Zuid-Afrikaans strand. Nou, het ziet er inderdaad behoorlijk smerig uit. En dan heeft zij erbij geschreven, de zee neemt en de zee geeft, wat niet bij haar thuis hoort. Return to sender. Maar het blijft in en in triest dat wij denken spullen tussen haakjes weg te gooien. Het is dan niet weg, alleen maar elders. De zeeën zijn aan het overgeven. Dat is een mooie poëtische bespiegeling. Ja, ik weet dat dat zo is. Er zijn mensen op deze aarde die gooien hun afval gewoon om zich heen. Die denken helemaal nergens om. Ik heb zo'n staatje gezien van de meest vervuilende regio's. Op het gebied van plastic, bijvoorbeeld.
Een plastic flesje gebruikt en wat doe je er dan mee? Kijk, als je het in de vuilnisbak gooit, dan wordt het, mag je open, gerecycled. Dan komt het niet direct in het milieu terecht. Maar gooi je het gewoon op straat, ja, waar komt het dan terecht? Hè? En hebben ze gekeken naar welke mensen op deze aarde nou het meeste vuil gewoon om zich heen gooien. Nou, de koploper, dat is de Chinees, de inwoner van China. En dan moet je erbij tellen, dat is nog een keer een populatie met zo'n beetje de meeste mensen ter wereld. Heb je er 1 miljard van? Kijk, van de Nederlander, daar heb je niet zoveel last van. Wat die ook maar zouden doen, dat is 10 miljoen mensen. Heb je het gehad met Nederland? Oh, er wonen 17 miljoen mensen in Nederland. Ja, die hebben 17 miljoen, die hebben een Nederlandse nationaliteit. Maar dat zijn geen Nederlanders. Dat zijn Turken en Duitsers en ja. Gewoon de Nederlander? 10 miljoen. Dat is niet zoveel. Maar de Chinezen, nou, dat is een factor 100 meer. En die zijn weinig milieubewust. Die gooien alles gewoon waar ze ervan af willen, flikkeren ze het weg. En niet per se in de vuilnisbak. En gescheiden afval en zo hoef je denk ik in die regio's niet echt te komen. Ja, ik weet het niet hoor, ik ben er nooit geweest. Maar ik denk dat ze daar op dat terrein nog wel wat achterlopen. Want ze zijn nummer 1 qua plastic verkwister van de wereld. Nummer 1. En dan krijg je Taiwan en dan krijg je Vietnam en dan krijg je Zuid-Korea en dan krijg je India en dan krijg je Indonesië. Dat gaat nog een hele tijd. En dan op nummer 20, daar komt Amerika, de Amerikaan dan. Nummer 20. En de Nederlander, waar zal die staan? Nummer 80 of zo? Ja, ze zijn heel netjes. Ja. Anyway. Dan reageert er iemand op. Dat is een man. En die zegt, het is een grof schandaal dat nog zoveel landen al hun vuilnis in zee storten. Ja, dat is ook een grof schandaal. Nou, wij doen dat niet. Echt niet. Maar goed. En dan reageert die vrouw op. Dat doen bijna alle landen. Hè? Dus dat vuil in zee storten. Omdat wij zelf in een deltagebied leven, komt er via de rivieren alleen al heel veel langs in zichtbare en vormen. Ze bedoelt dus in zichtbare en onzichtbare vormen. Om nog niet te beginnen over wat onze zeeschepen in lucht en zeewater achterlaten. De zee is aan het overgeven. Dat is belachelijk wat ze hier zegt. Omdat wij in een deltagebied leven, komt er via de rivieren alleen al heel veel langs. Ja, hoezo, wat er nog meer, behalve de rivieren? Ga toch weg. En wat komt er dan langs? Die vrouw die woont in Arnhem. Ik zou er een keer moeten uitnodigen. Dan gaan we een uurtje hier aan de Rijn zitten. En dan mag zij aanwijzen wat er allemaal langs komt drijven. Er komt helemaal niks langs. Helemaal niks. Ik was laatst met een paar vrienden. Nou, een tijdje terug. Maar dan gingen we even vissen in de Waal. Bij Nijmegen. Daar heb ik een snoekmaars gevangen. Een snoekmaars, dat is een vis die leeft niet in vervuild water. Die stikt de moord. Een snoekmaars gevangen in de Waal. En ook hier in de Rijn wordt de snoekmaars gevangen. Ga maar vragen bij de vissers. Bij die, niet de broodvissers, maar de hobbyvissers. Die is voldoende te vangen hoor in de Rijn. Oh, sterker nog, een vriend van mij heeft een snoek gevangen. Ja, dat vertelde hij. En niet een kleintje ook. Echt een loeris van een snoek.
In de Rijn. De Rijn is een hele schone rivier. Er is helemaal niks aan de hand met de Rijn. Maar zij heeft het er dan over van... Ja, in de Rijn is er heel veel rommel in de Rijn, hoor. En nog heel veel rommel, ja, dat zie je dan, hè. Nou, dat zie je helemaal niet. Maar er is ook nog rommel en die zie je niet. En welke rommel dan die je niet ziet? Gaat er weg. Dat is zo'n vrouw. Ja. En dan zegt ze, om niet te beginnen... Dat is geen Nederlands, by the way. Ja, de rest ook niet, hè. Klopt helemaal niet. Maar om nog niet te beginnen over wat onze zeeschepen in lucht en zeewater achterlaten. Wat laten wij achter in de lucht met onze zeeschepen? Wat dan? Koolstofdioxide, ja. Maar wat is daar het probleem mee? Koolstofdioxide wordt geabsorbeerd door planten en daar ben ik vanaf. Dat is ook laatst zo'n vrouw op Facebook. Die zei van, ja, het is wel zo dat CO2, dat is dan, daar gaan de planten harder van groeien. Maar het is niet genoeg. Dat roept er iemand dan zomaar, hè? Dat is nou typisch, die jesuiten in de kaart spelen. Dit is precies wat ze willen. Wij gaan ons druk maken. Ik dan dus met vrouwen die zich druk gaan maken. Die vrouwen maken zich druk om helemaal niks. En ik maak me druk over die vrouwen die zich druk maken over helemaal niks. En die jesuiten denken, mooi zo. Perry lekker bezig en die vrouwen lekker bezig. Kunnen wij lekker ons gang gaan. Zo zit het in elkaar. En daar heb ik op gereageerd aan haar, dus hè. Dit gaat over Zuid-Afrika, uitroepteken. Hoezo wij doen dat ook? Dat is gewoon helemaal niet waar, hè? En dan reageert er een andere vrouw op. En die zegt dan, omdat onze troep uiteindelijk daar terechtkomt via stromingen in de oceanen. Ja. En kaboutertjes hebben op donderdag nooit geen zin in kaas, want het eten ze alleen op zaterdag. Hoezo, welke stromingen? En wie gooit er dan de plastic hier in de zee? En hoe loopt die stroming dan? Volgens mij de stroming die er is, dat is die golfstroming dinges. El Niño. En die stroomt van de golf van Mexico naar het westen van Europa toe. Dus volgens mij, als wij hier iets in de oceaan gooien, of in de Noordzee gooien, dan komt het hooguit terecht in de Waddenzee, of gaat het naar Denemarken. Ja, dat lijkt mij, hoor, maar... Ja, schiet mij maar lek. Maar hoezo denk je nou dat als je hier bij Zandvoort iets in de zee gooit, dat het dan in Kaapstad terechtkomt? Dat zegt zo'n vrouw gewoon maar even, net als die andere vrouw. Ja, in zichtbare ene vormen. Ja. Ja, de Rijn, er gaat een hoop rotzooi, jongen. Oh, de rotzooi. En dat mens daar woont in Arnhem. Die kan toch zelf gaan zeggen, die kan toch zelf zien dat ze hier onzin loopt te zeggen. En dan die andere vrouw. Ja, nee, wij gooien allemaal plastic flessen in de zee. En ja, die komen dan in Zuid-Afrika en dan worden daar gefotografeerd. En dan komt het bij de standaard.bj, komt het op die website. Ja, dat is een schande over ons. Afschuwelijk. En dan heb ik gereageerd op die vrouw met dat zuig je uit je duim, uitroepteken. Kijk hier eens. Dat is een artikel van Prison Planet. Met als titel 90% of plastic waste polluting Earth's oceans comes from these countries of zo. Asian and African countries, staat daar. En 90% van het plastic afval wat de oceanen van de aarde verontreinigt, dat komt uit Afrikaanse en Aziatische landen. 90%. En dan die vrouw dan, die eerste vrouw weer tegen mij. Dat doen wij, wij doen dat net zo goed, of eigenlijk, dubbele punt, fout. En dan ook in diverse vormen. Als milieukundige zie ik de afgelopen decennia nauwelijks verbetering, maar eerder een fikse achteruitgang in het met respect met de leefomgeving omgaan. En de ontkenners maar schreeuwen dat het allemaal niet waar is, omdat deze realiteiten hen nu eenmaal niet zo goed uitkomen.
wat in Zuid-Afrika aanspoelde, hoeft niet van datzelfde land afkomstig te zijn ook. Nee, dat hoeft niet. Kan ook uit Zimbabwe komen. Nou, Zimbabwe ligt niet aan de zee, hè? Maar Madagaskar? Ja, natuurlijk. Maar ik zou denken aan een land daar in de buurt, want 90% van het plastic, dat komt uit Azië en Afrika. Van plastic in de oceanen. Dat staat erboven. Want dat komt helemaal niet uit Europa. En die vrouwen, die interesseert het helemaal niks, joh. Een paniek zaaien en dan hun krijgen dan heel veel aandacht. Want zij hebben in de gaten dat er een fikse achteruitgang is van het in het met respect gaan, met respect omgaan met de leefomgeving. En wat nou? Onzin, bloody nonsens. Bloedige onzin. Ik zie helemaal geen fikse achteruitgang. Zij mag het mij vertellen waar zij die ziet. Ik weet bijvoorbeeld van de rivier de Rijn dat er nogal wat industrieën waren, stroomopwaarts, dus richting Duitsland. En als je het hebt over de Maas richting België en Frankrijk, waar men in de grensregio's niet zo nauwtjes nam met lozen van troep in de rivieren. Huh? Dan zat je in België, zat je vlak bij de grens en dan huppakee, allemaal rotzooi in de Maas, in de Meuse. En dat was dan binnen no time was dat een Nederlands probleem. Nederland haar probleem. Een Nederlands probleem en niet meer een Belgisch probleem. De Belgische overheid deed er maar geen donder aan. Dat was de situatie in de jaren 80 van de vorige eeuw. Nou. En in de afgelopen decennia is dat uitermate verbeterd. Want ik heb een snoekmaars gevangen in de Waal. En dat betekent dat dat Waalwater relatief schoon is. Punt. En die vrouwen die lopen maar lekker wat te brullen. En dat ze liegen, dat interesseert die vrouwen kennelijk helemaal niks. En dan ben je weer terug bij het uitgangspunt dat wij onze moraliteit, dat interesseert ons helemaal niet meer. Nou, denk ook met vogelbescherming. Vogelbescherming Nederland, die heeft een artikel op een website gezet waarin ze zeiden dat de koolmees op de Hoge Veluwe gebroken pootjes en dergelijke had en dan eitjes met te dunne eischalen, omdat door de intensieve veehouderij de concentratie ammoniak in de atmosfeer te hoog werd en daardoor verzuurde de grond op de Hoge Veluwe en door die verzuring spoelde het kalk uit de bodem. Dat was het. En dan zat er niet genoeg kalk meer in de bodem en dan braken de pootjes van de koolmezen. En het beschuldigende vingertje werd opgeheven richting de boeren. En dat slaat helemaal nergens op, want ammoniak kan niet zorgen voor verzuring. Kan alleen maar zorgen voor het meer basisch worden van de bodem in de Hoge Veluwe. Als het al überhaupt een effect heeft. Want ook daar weer geldt, over hoeveel ammoniak heb je het nou? Van een theelepeltje jenever word je niet dronken. Ook niet 's morgens vroeg, voor het ontbijt. Nou, dan heb ik Vogelbescherming Nederland erop geattendeerd. En die hebben dan het artikel. Ja, hebben ze in eerste instantie, wilden ze dat artikel gewoon laten staan.
Toen zei ik, nou, dat kan je niet maken. Want wat erin staat is niet waar. En dan, dan hebben ze het artikel van het web afgehaald. En ze weigeren om te rectificeren. Ze weigeren om op de homepage te zetten dat ze zich vergist hebben. En dan zeg ik het nog vriendelijk. Want ik beweer dat er opzet in het spel is. Opzettelijk hebben ze de boel lopen besodemieteren. Angsthazerij over hoe het in elkaar zit. Namelijk not. Oh, een leugen verspreiden om de boeren een hak te zetten. Vogelbescherming Nederland helemaal in. En dat past bij de Jezuïeten. Die mensen, jongens en meisjes van de wereldorde, die willen dat privébezit op alle fronten. Dan pakken ze dat aan. En een van de vormen van privébezit, dat zijn boeren met land. En ze willen dat land van die boeren afpikken. Daar gaat het om. En vogelbescherming, die werkt er vrolijk aan mee. Zoals jij werkt bij vogelbescherming of je kent iemand die eraan doneert, ik zou er even die persoon een grondig gesprekje even mee gaan hebben. Maar wat ben je aan het doen? Sukkel. Denk je nou echt dat Nederland beter wordt als wij al ons privébezit gaan afstaan aan de jongens en meisjes van de wereldorde? Aan de jongens en meisjes van het heidendom? Aan van Babylon? Alles bezit, dat wordt van Babylon en wij mogen het huren? Hij weet waar je om vraagt. Wat een ramp. Het is echt geen grapje wat ik nou zeg. Het is daadwerkelijk wat eraan komt. En voor ons, ja, ik ben dan een. Voor ons, daarmee bedoel ik. Ja, voor de mensen in het algemeen natuurlijk. Maar ik ben dan een bijbelgelovende christen. Ja, ik weet ervan. Ik weet dat er leugenaars zijn. Ik weet dat ze de gezinnen kapot willen hebben. Ik weet dat ze die homoseksualiteit propageren. Hier in Arnhem heb je speciale oversteekplaatsen voor homoseksuele mensen. Ja, wat is de volgende stap? Dat er voetgangers oversteekplaatsen komen voor mensen die het graag doen met hun huisdier? Over voetgangers oversteekplaatsen voor mensen die wel seks willen hebben, maar alleen als er een van beide partners een luier aan heeft. Ja, dan is het nog maar een kleine stap naar voetgangers oversteekplaatsen voor mensen die graag seks hebben met kleine kinderen. Snap je? En nu we het er toch even over hebben, ik ga afsluiten hoor. Maar ik zag het net op Prison Planet staan. Dat is trouwens nog even, voordat ik dan ga bladeren, even deze. Dit is een artikel, dat komt van Zero Hedge. Dat is dan overgenomen door Prison Planet. En er staat hier, een kwart van de kinderen die behandeld worden in transgender klinieken zijn mogelijk alleen maar autistisch. Hoppakee. En dan staat hier ook zoiets, dan echt wel een hele mooie, was dat. Kijken of ik die snel kan vinden hoor. Ja. According to the DSM-5... as many as 98% of gender-confused boys and 88% of gender-confused girls eventually accept their biological sex after naturally passing through puberty. Dus volgens de DSM-5, dat is het Diagnostic and Statistical Manual van de Mental Health Science of zo. Ja. En dan nummer 5. Dat er zoveel als 98% van de
Ja, gender confused. Dus jongens die in de war zijn over hun gender. Van de jongens. En 88% van de gender confused van de meisjes. Ja, de meisjes die dus beweren dat ze eigenlijk een jongen zijn. Zulke hoge percentages. Dat is dus bijna 100% als je het hebt over de jongens. En bijna 90% als je het hebt over die meisjes. Die accepteren uiteindelijk hun biologische geslacht, seksen. Nadat ze op een natuurlijke manier door de puberteit heen zijn gekomen. Dat is Babylon, hè? Die dat predikt dat het allemaal zo nodig moet, hè? Even kijken hoor. En dan heb ik hier die andere die ik dus gevonden had. Waarom ik dus eigenlijk hier naartoe ging. Het ging over een... Was het nou een queer of zo? Ik ben natuurlijk heel snel aan het scrollen. Dat moet ik natuurlijk niet doen, want dan lees ik er juist overheen. Waar stond het nou? Poppel de pop, pauzemuziekje. Ik had het echt niet vinden. Nou, zeg. Heb ik hem, ja. Dat zie je dan. Dat is gelukkig dan niet met kinderen. Maar dat is in Seattle. Dat van belastinggeld worden transgenders. Die mogen een striptease gaan doen. Op een conferentie voor daklozen. Nou, dan word je er echt helemaal gek. Met belastinggeld, hè? Transgender striptease lui. Nou, nee, het is niet een conferentie voor daklozen. Nee, het is een conferentie over daklozen. En dan een of andere transgender die was ingehuurd om te twerken. In de gezichten van de deelnemers van die conferentie over de dakloosheid. En om zijn borsten te laten zien. Terwijl het publiek aan het applaudisseren was en hem dollarbiljetten gaf. En die striptease kerel die gaf ook lapdances, dus schotendansjes. Heb je er wel eens gehad? En hij gaf de deelnemers ook zoenen. Het is het einde van de wereld, ja. We zijn het echt helemaal kwijt. Ja, toch? In Seattle, iemand op een conferentie voor dakloosheidstoestanden. En dan hier zo'n vrouw die in Arnhem woont op steenworp afstand van de Rijn. En dat ze denkt dat er door de Rijn allemaal rotzooi voorbij drijft. En dat gaat dan allemaal naar de Noordzee toe. En dan die andere vrouw die zegt, ja, er zijn er stromingen. En dan gaat die rotzooi van de Rijn via die stromingen allemaal naar Zuid-Afrika. En dan hebben die arme negro-witte mensen in Zuid-Afrika last van ons plastic. Ach, man. Le peuple son loco, hè. De mensen zijn gek geworden. En dat komt alleen maar doordat we de Bijbel niet begrijpen. Ja. Maar ja, doe dan maar eens wat dan. Misschien dat je zelf kan beginnen te gaan luisteren naar Bijbel lezen. Die serie die ik samen met Jurk ben begonnen. Ik heb al weet niet hoeveel afleveringen met Jurk gemaakt. Geweldig interessant.
Binnenkort gaan we weer verder. Ja, verdiep je een beetje in jouw heritage, zoals het heet. Je achterkom, je achtergrond. Je bent toch een mens, of niet? Je bent toch geen krokodil? Leer je geschiedenis kennen. En weet wat de Jezuïeten hebben uitgespookt. Ja. Is er een hoop te leren voor ons allemaal. Ja. Maar in vol vertrouwen dat jullie dat wel gaan doen. Per slotverrekening heb je hiernaar geluisterd. Nou, dat is er al heel wat. Ja. En zoals ik denk, zo kan jij ook gaan denken. En zoals ik denk, nou, niet dat ik altijd gelijk heb, maar op dit terrein heb ik behoorlijk gelijk. En het is voor jou ook fijn om behoorlijk gelijk te hebben. Heb je? Ja. En dan kan ik tegen jou op zijn hamburg zeggen, tjus en dag lieverds.